Vrijdag werd er aangebeld. Er kwam een deurwaarder aan de deur en die wilde ons een brief overhandigen. En in die brief stond dat wij toch wel echt ons heel goed moesten realiseren dat als de boer niet mocht spuiten, dat alle schade daarna voor onze rekening was. Indien het vonnis niet standhoudt in hoger beroep, zal de schade voor cliënten minimaal 3 miljoen euro bedragen. Cliënten kondigen met deze brief aan dat indien zij in het gelijk worden gesteld in het hoger beroep, zij niet zullen schromen om de volledige schade op u te verhalen. Met andere woorden, weet waar je aan begint. Als je doorzet, is dit mogelijk de consequentie. En we gaan jullie gewoon persoonlijk aansprakelijk stellen voor deze kosten. Iedereen dacht, ben ik aansprakelijk? Wat heb ik over het hoofd gezien? Waarom ben ik deze procedure gestart als puntje bij paaltje komt en ik aansprakelijk kan worden gehouden voor miljoenen? Dat is heel veel stress, ja. Ja. Dan moet je wel heel stevig in je schoenen staan om op dat moment te zeggen, en toch ga ik door. En dat was bij niemand aanwezig.